Ik vind het fantastisch, echt. Dit had ik zelf niet kunnen bedenken, niet kunnen maken, niet kunnen uitvoeren. Het is ook precies wat bij me past. Het is niet te netjes, het is echt een tuin zoals een tuin hoort te zijn. Het is onvoorstelbaar gaaf. In 12 Stekjes Groen help ik mensen die van een bescheiden buitenruimte een groene oase willen maken. Ze weten niet waar ze moeten beginnen. Dus samen met de bewoners ga ik aan de slag om hun stekkie duurzamer, groener en comfortabeler te maken. Ik ben vandaag in Houten bij Annemarie. Annemarie woont hier met heel veel plezier. Ze heeft een best wel grote achtertuin. Ze houdt van de natuur en ze houdt van groen. Maar het onderhoud, dat is voor haar best wel een uitdaging. Ik ga vandaag haar tuin mooi groen maken zonder dat het extra werk oplevert. Hi. Hoi. Hi. Martin. Annemarie. Hi. Hoi. Jij kwam naar mijn tuin kijken. Ik kom voor jouw tuin vandaag. Ja. Kom maar verder. Dankjewel. Hebben we hier de woonkamer met hond. Hey. Ja, je hulphond. Mijn hulphond, ja. Inderdaad. Ja. Wat zou je graag willen in je tuin? Het is een hele grote tuin. Ik zit er heel graag. Het is alleen nu een beetje een kale bende. Ik zou daar toch graag iets meer kleur, iets meer hoogte in willen zien. Dat zou wel heel erg leuk zijn. Ik kan het je laten zien als je wilt. Ja, nou, heel graag. Dan, laten we gaan kijken. Oh, wauw. Ja, het is een prachtige ruimte. Ik zie een hele grote open vlakte hier. Ja. Daar heeft wel wat gestaan? Daar heeft iets gestaan ooit. Ja. En toen stond er nog veel meer. Het was gewoon helemaal overwoekerd. Kwam dat omdat je het niet bij kon houden? Ik kan het zelf niet bijhouden, inderdaad. Ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En buren aan die kant, heel lief echtpaar, die zijn toen met de hele tuin bezig geweest. Dus we hebben alles er maar uitgetrokken. Daar viel gewoon niks meer van te maken. Maar nou heb je dus wel een hele kale vlakte hierover. Mag ik vragen waarom je in een rolstoel zit? Ja, ik heb een chronische ziekte, waardoor mijn spieren verkrampen. Een neurologische aandoening is het. En er gaat iets mis met de verwerking van prikkels tussen mijn zenuwen en mijn hersenen. Daardoor is mijn zenuwstelsel overbelast en dat uit zich in verkrampte spieren, pijn, et cetera, et cetera. En je vingers? Wat is er met je handen? Wat kan je wel en niet? Ja, ik kan van allebei mijn handen 2 vingers gebruiken. En je ziet het gewoon, de rest zit dicht. Kijk, ik kan best met een schaar iets op hoogte, maar hier zo naar de grond toe, ja, dat wordt hem gewoon niet. Nee. En water geven met een gieter, hoe gaat dat? Ja, dat doen we dus even iets anders. Ik gewoon met limonadeflessen of met frisdrankflessen. Dop erop en dan op schoot mee naar buiten. En dan zomaar de plantjes water geven. Dat gaat. Ja, dat gaat prima. Gelukkig. Ja. Nou, dan ga ik planten voor je pakken. Jij hebt een idee? Ik ben heel benieuwd. Ik heb van alles bij me. Wintergroene dingen, wat hoogte. Ook zelfs een boompje. Ja, dat vind ik echt heel leuk. En goed dicht planten. Dat het gewoon één mooie, dat je geen aarde meer ziet waar onkruid kan gaan groeien. Ja. En dan ga ik er heel graag wat moois van maken voor je. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Dat wordt wat. Wordt het een echte tuin, jochie? Ja, wordt het een echte tuin. Daar is je eerste boom. Als je het over een boom hebt, dan doe je het ook meteen goed, inderdaad. Hele mond vol. Hij heet Prunus Supertella autumnalis. Ja, dat ga ik even opschrijven straks. Japanse sierkers. Een Japanse sierkers. Ja. Ja, het is wel heel gaaf. Dit geeft wel direct inderdaad echt het volume wat je zoekt, zeg maar, voor een tuin. Ja. Ja. Dus dat betekent dat die stam is altijd kaal. Ja. Dus er kan van alles ondergroeien. Ja. En dat de kroon daarbovenin. Ja. Daar alles uit kan blijven groeien. Er zit niks aan snoeiwerk verder aan vast. Nee. Nee, je hoeft hem eigenlijk helemaal niet te snoeien. Je kan hem gewoon lekker uit laten groeien. Als hij over 5 jaar een keer te breed wordt, dan moet hij misschien een keer rondom teruggenomen worden. Ja, precies. Maar voor de rest hoef je er niks aan te doen. Maar voor de rest is het een boom waar ik gewoon heerlijk naar kan kijken en verder weinig onderhoud aan heb. Ja, nou, het gat is gegraven, dus ik ga hem erin zetten. Ik ben heel benieuwd. Succes. Nou, als jij wil gaan kijken of het een beetje recht staat. Ik ga vanuit mijn uitzichtpost even kijken. Ja, zo moet je even een stukje naar links.
Nou, deze struik of heester, hoe je het ook noemen wil. Hè? Het is een hele mooie slang. Hij komt laat in blad en hij heet hibiscus. Een hibiscus. Ja. Oké, okay, want wanneer bloeit dit dan? Want dit is nu een beetje een kaal dingetje. De blaadjes komen er bijna aan, zie je? Ja, ik zie groene puntjes inderdaad. Ja. En hij gaat bloeien in augustus. En wat voor kleuren? Die Syriacus heeft verschillende kleuren. Je hebt roze, paars, wit, blauw. Dus wat een verrassing. Dus dan heb ik inderdaad en het voorjaar en de zomer gewoon steeds iets bloeiends in de tuin staan. Ja, en je hebt hele zware klei. Kijk, heel vet. Houdt wel goed vocht vast. Yeah. Maar het is heel zwaar om in te planten. Dus ik wil het iets verschralen. Want ik heb ook planten bij me die willen wel wat lekkerder door die border heen wortelen. Yeah. En het is bij klei, vooral als het dicht slaat, als het heel hard geregend heeft. Of als het ook heel droog is, dan wordt het ook heel hard. Nee, maar inderdaad, ik zie wat je bedoelt. Want dit is al helemaal aangestand natuurlijk. Ja. En dan daar groeit gewoon niks meer. Dat klopt. Geen idee, maar hartstikke mooi. Ja, mooi blauw. Ga je zo vertellen wat het is? Ik ben heel benieuwd. Ik neem deze. En hier moeten ze komen. Ja, dit is zenegroen, Nederlandse naam, ayuga in het Latijn. Ayuga? Ayuga, ja. Reptans. Het is een bodembedekkertje. Ja. Gaat helemaal zo uitgroeien zo. Heel compact. Ja, en heeft echt hele mooie blauwe bloemetjes. Ja, en als je goed kijkt, zijn het open bloemetjes. Die bijtjes komen daar heel mooi in. Ja. Ja, zit vol met nectar. Ja. Dus je gaat zien dat daar veel bijen op afkomen. Dus ik heb van het najaar mijn eigen honing. Als je wil. Gaan we daar een project van maken. Die zien er bekend uit. Ja, hè? Lavendel. Ruikt ook heel lekker. Ja, ook nog inderdaad. En deze plant kan echt heel goed in de zon. Ja. Nou, die gaan we de andere kant zetten, want daar is de zon het langst. Ja. Ook wintergroen. Ja. Snoeien in het najaar. Eigenlijk alleen de bloemen eruit. Ja. Of in het voorjaar. Ja. Maar vaak zijn mensen te laat in het voorjaar, want dan loopt het al uit, komen de bloemetjes al. Klopt. Dus ik zou hem gewoon voor in het najaars terugsnoeien. Oké, gaan we doen. En dan blijft hij ook mooi compact. Ja. Dan loopt hij nog net even een beetje uit voor de winter. Dan heb je een mooi sterk plantje. Ja, dan hoef je in het voorjaar er niet meer naar te kijken. En voor de rest is het een hele makkelijke plant. Hoef je er niet zoveel aan te doen. Eén keer per jaar snoeien. Nou, één keer per jaar moet nog lukken, denk ik. Dat moet goed komen. Nou, ik heb alles uitgezet. Ik denk dat het zo moet komen. Ik heb er weinig aan toe te voegen, denk ik. Het overtreft oprecht alles wat ik had verwacht. Dit is ongelooflijk gaaf. Alles zit erin, hè? Dus wintergroene struiken, waar je dus weinig onderhoud aan hebt. Ook niet zo heel hard groeien. Alles gaat echt mooi compact dicht groeien. Er zit een beetje hoogte in van die hibiscus. En natuurlijk het volume ook daar weer inderdaad. Dus het is een tuin die gewoon ook echt leeft het hele jaar door. Ja. Ik heb nog een schaal gevonden. Ja. Ik dacht, dat is echt wat voor jou. Ja. Want je wilde graag bloemen, meer natuur en vogeltjes. En vogels, ja. Dus ik heb er een soort van waterbadje van gemaakt voor de vogels. Ik vind het fantastisch, echt. Dit had ik zelf niet kunnen bedenken, niet kunnen maken, niet kunnen uitvoeren. Het is ook precies wat bij me past. Het is niet te netjes, het is echt een tuin zoals een tuin hoort te zijn. Het is onvoorstelbaar gaaf. Zeggen, je hoeft er niet te veel in te doen. Een beetje water geven en voor de rest genieten. Ja, dat gaat deze zomer helemaal goed komen. Echt ongelooflijk bedankt voor wat je hebt gedaan. Nou, heel graag echt gedaan. Heel gaaf. Met een goed plan kan ook een groene tuin weinig werk zijn. Annemarie, Ivar en de vogels genieten volop van hun nieuwe tuin.
De volgende keer gaan we naar Bram. Sinds hij naar Amsterdam verhuisd is, mist hij zijn oude tuin.